Hoe zorgt virtual reality voor minder verkeersdoden? Vanuit Versus in Hasselt. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Twee jaar geleden moest ik voor een belangrijke afspraak in Rosmalen zijn. Rosmalen is een deelgemeente van 's-Hertogenbosch in Nederland. En ik kwam daar ruim een half uur te laat aan op mijn afspraak. En hoe kwam dat? Eigenlijk heel eenvoudig weg, omdat ik de afslag had gemist. Lijkt vrij banaal, maar niet zo helemaal banaal, want als je kijkt in Nederland, heeft men rond een aantal grote steden een onderscheid gemaakt in het doorgaande verkeer en in het lokale verkeer. Het lokale verkeer dat de stad in of uit moet en het doorgaande verkeer dat eigenlijk zijn bestemming niet heeft in de stad zelf, maar een heel eind verderop. En ik zat op de hoofdrijbaan, zoals dat dat noemt, en niet op de parallelrijbaan. De parallelrijbaan waar op- en afritten naar de stad zijn. Die keuze had ik dus te laat gemaakt. Bij gevolg zat ik op die hoofdrijbaan en moest ik een heel eind omrijden om uiteindelijk mijn bestemming te laat te bereiken. Nu, als mobiliteitswetenschapper doe ik samen met mijn team onderzoek naar rijgedrag. Hè. Gedrag van mensen in het verkeer en hoe wegontwerp of de manier waarop een weg eruit ziet ons gedrag op die weg beïnvloedt. En via virtual reality denk ik dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. En daar ga ik straks iets meer over vertellen. De vraag is in de eerste plaats, hoe komt het nu dat we soms fouten maken in het verkeer? Soms zijn we gewoon verstrooid. Maar we zien ook dat het wegennet vandaag de dag alsmaar complexer wordt. En dat komt omdat de overheid voor heel wat uitdagingen staat om in de beperkte ruimte die er vandaag nog is, om daar eigenlijk innovatieve oplossingen te zoeken. De open ruimte willen we maximaal bewaren en toch is er een groeiende mobiliteit en willen we zoveel mogelijk verkeer faciliteren. Binnen dat kleine sleufje, binnen die kleine ruimte die er eigenlijk nog aanwezig is. Dat betekent dat de overheid soms echt met innovatieve constructies moet voor de dag komen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Oosterweelknoop, dat is een klein stukje van die grote Oosterweelverbinding, die ring rond Antwerpen die gesloten wordt, dan zie je daar eigenlijk een spaghetti aan wegen, zou ik kunnen zeggen, door elkaar. En kan je je afvragen, hoe geraak je hier nu eigenlijk doorheen? Hoe weet ik nu waar ik naartoe moet? Een tweede reden waarom ons wegennet zo complex is, heeft eigenlijk te maken met allerlei tijdelijke situaties. Ons wegennet moet onderhouden worden en als gevolg daarvan zijn er heel wat wegenwerken die er plaatsvinden. Versmalde rijstroken, rijbaanwissels, pechstroken die wegvallen, extra tijdelijke signalisatie die erbij komt, maakt het eigenlijk allemaal een stuk complexer. Nu, de overheid legt toch wegen aan volgens bepaalde principes. Zijn die dan niet veilig? In principe wel. Hè? Maar het is niet omdat je de richtlijnen volgt dat die weg ook altijd duidelijk is voor de weggebruiker. En om dat te kunnen toetsen, maken we gebruik van de zogenaamde human factors principes. We gaan dus bij een wegontwerp of bij een nieuwe weg kijken of die weg ook effectief duidelijk is voor de weggebruiker. En daar kunnen we 5 grote principes voor hanteren. Het eerste grote principe heeft te maken met verwachting. Als we een weg maken, dan zou die moeten aansluiten bij de verwachting van de weggebruiker. Als dat niet zo is, dan leidt dat tot onzekerheid, tot brusk remmen, tot rijstrookwissels en dergelijke. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een oplossing die is overgewaaid uit de Verenigde Staten, de zogenaamde Diverging Diamond Interchange, of de zogenaamde in het Nederlands dan divergerende diamantaansluiting. Dat is eigenlijk een aansluiting van een onderliggende weg met de kruising van een autosnelweg waar op- en afritten zijn. Dat kennen we hier in Vlaanderen ook, maar wat een beetje eigenaardig is aan deze constructie, aan deze innovatieve constructie, is dat je hier eigenlijk als weggebruiker links moet gaan rijden om de autosnelweg op te kunnen. En dat is een beetje contra-intuïtief tot wat wij normaal gewoon zijn. Tenzij je een Brit bent, ben je aangeleerd om hier rechts te rijden. En bij deze oplossing moet je plots links gaan rijden om de autosnelweg op te gaan.
En dat is natuurlijk tegen de verwachting van de weggebruiker in. En dat kan tot problemen leiden. Een tweede aspect, human factors aspect, heeft te maken met waarnemen. Kan je alle informatie waarnemen die relevant is voor de uitvoering van je rijtaak? Iedereen kent dat. Borden die onleesbaar zijn, op een foute plaats staan, 's nachts moeilijk leesbaar zijn. Of ja, gewoon aandacht die onvoldoende geschonken wordt door de weggebruiker aan de informatie die ter beschikking gesteld wordt op de weg. Derde grote principe dat we moeten gaan toetsen bij wegontwerp is of onze weggebruiker ook effectief begrijpt wat een bepaalde situatie betekent. Als ik u zou vragen wat dit verkeersbord achter mij precies betekent, dan denk ik dat je waarschijnlijk een paar keer in je haren moet krabben en nadenken. Het is een verkeersbord, nochtans dat we samen met de overheid enkele jaren geleden bij een aantal werken die hier aan het viaduct van Vilvoorde dienen te gebeuren, samen ontwikkeld hebben. Want bij die werken aan dat viaduct aan Vilvoorde moest er een grote omleiding worden gevolgd en dat nog specifiek tussen 2 uur in de namiddag en 9 uur 's avonds. Dat bord moest dus aanduiden aan de weggebruiker dat er een speciale situatie zat aan te komen. Dus als je op de E19 reed en je reed richting Brussel en je moest bijvoorbeeld richting Gent en daarvoor moet je normaal de buitenring nemen, het viaduct over, dan kon je tussen 2 uur en 9 uur dat viaduct niet nemen en moest je dus die omleiding volgen via de binnenring. En dit bord moest eigenlijk al die informatie uitdrukken. We hebben op dat moment ook testen gedaan met weggebruikers, waarbij we dat bord kortstondig lieten zien, want een kortstondige kijktijd van 2 seconden wordt meestal gehanteerd. Waarom? Omdat we nooit langer dan 2 seconden eigenlijk afgeleid mogen zijn van onze rijtaak. We lieten dat bord dan 2 seconden zien en we vroegen, teken eens opnieuw, wat heb je gezien? En probeer eens in je eigen woorden uit te leggen wat hier staat op dit bord. En dan zagen we dat we eigenlijk een paar keren dat bord moesten laten zien vooraleer die weggebruiker begreep wat op dat bord eigenlijk staat. Heel concreet in de praktijk is dat bord dus ook herhaald geweest op die E19 een aantal keren om er zeker van te zijn dat de weggebruiker wist wat we bedoelden. Een vierde grote principe in die human factors is eigenlijk het kunnen uitvoeren van je rijtaak. En dat betekent dat je binnen beperkte ruimte en tijd van je rijtaak ook effectief de nodige acties moet kunnen ondernemen. Zo was ik samen met mijn team betrokken bij een project hier vlakbij, de N80 in Hasselt, waarbij op eigenlijk 500 meter plaats 5 best wel complexe kruisingen dicht achter elkaar volgen. Met voorsorteervakken, verschillende aanduidingen van rijrichtingen, afhankelijk van of je de autosnelweg op moet, welke richting aan de autosnelweg, of je naar een shoppingcomplex reed, of je naar het centrum van Hasselt moest, enzovoort enzovoort. Ja, je moet dat wel allemaal kunnen uitvoeren op die korte tijd. Dus dat moet je toetsen als je een ontwerp uitdenkt. Een laatste grote human factors principe heeft te maken met het willen uitvoeren. En wij zijn nogal eens eigenwijs in het verkeer. We doen niet altijd wat ons gevraagd wordt. Bijvoorbeeld toen we bij een project betrokken waren waarbij we via dynamische routepanelen informatie op de snelweg aan de weggebruiker geven. Bijvoorbeeld, er is een ongeval gebeurd en u moet nu een uitrit nemen om een bepaalde bestemming te bereiken. Dan zagen we dat een deel van onze weggebruikers die informatie wel gezien hadden, ook begrepen wat ze ermee moesten doen, maar het bewust negeerden. Dat is ook dus de moeilijkste factor om te beïnvloeden in het verkeer. Hoe kan dan virtual reality daar een bijdrage in leveren? Wel, een eerste manier moet ik uitleggen wat is virtual reality. Het is eigenlijk een manier waarop je de wereld, zoals die buiten bestaat, gaat nabootsen in een simulatie. En in het filmpje dat je ziet, hebben we eigenlijk de wereld nagebootst aan de hand van een filmpje. En zie je hoe een weggebruiker naar een rotonde rijdt. En op die rotonde zijn er aan de rechterkant van de rotonde wegenwerken.
En wordt er eigenlijk van de weggebruiker gevraagd om links de rotonde op te rijden. Iets wat wij uiteraard niet gewoon zijn om te doen. Dus als je zoiets in de praktijk gaat uitvoeren, moet je natuurlijk op voorhand eerst heel goed uitdenken of de signalisatie die je gaat plaatsen ook effectief begrepen wordt door de weggebruiker. Een tweede manier is augmented reality. En augmented reality betekent dat je eigenlijk een videoopname gaat maken van een bestaande situatie, in dit geval de wegen werken inderdaad aan dat viaduct van Vilvoorde. En in die film plaatsen we vervolgens virtuele signalisatie. Dus alle belijning, de gele markering die je hier ziet, alle paaltjes, borden, verkeers, de snelheden enzovoort, zijn eigenlijk virtueel toegevoegd aan dit beeld. Ze staan daar op het moment dat we deze opname hebben gemaakt, niet. Ze worden virtueel toegevoegd en dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen ofwel al deze filmpjes laten zien aan de weggebruiker en vragen, is dat duidelijk voor u? Begrijp je wat je hier moet doen? Zou je hier een afslag nemen, ja of nee? Of nog beter, we kunnen deze filmpjes gaan inbrengen in wat we noemen een reissimulator. En daar doen wij veel onderzoek mee. In die reissimulator gaan we die beelden laten zien aan de weggebruiker en gaan we effectief vragen aan de weggebruiker om daar doorheen te rijden. En dan hangt daar een computer aan die allerlei parameters verzamelt over dat rijgedrag. Wanneer verander je van rijstrook? Hoe snel rij je? Heb je de afslag genomen al dan niet? Hoe ver hou je afstand van je voorligger? Enzoverder, enzoverder. En op die manier kunnen we natuurlijk veel beter een ontwerp beoordelen. Want die toetsing, die virtual reality toetsing, daar gaan we eigenlijk kijken naar een aantal aspecten. Een eerste aspect is inderdaad het aspect waarnemen. En dat doen we aan de hand van eye tracking. Dus in die wagen zijn cameraatjes ingebouwd. En op dit filmpje zie je een groen bolletje bewegen. Dat is eigenlijk de plek waar de weggebruiker naar kijkt tijdens de rit. Op die manier kunnen we kijken of hij effectief de signalisatie gezien heeft die wij in dat filmpje hebben ingebracht. Dat is niet voldoende. We moeten ook testen of iemand de informatie begrijpt. En begrijpen is al wat moeilijker om dat te testen. Maar we kunnen met die eye tracker wel gaan kijken hoe vaak kijkt iemand naar een bepaald bord. Of hoe lang kijkt hij naar dat bord. En hoe vaker en hoe langer iemand naar een bepaald verkeersbord moet kijken, hoe moeilijker waarschijnlijk de informatie, hoe moeilijker die te begrijpen is. In dat geval moeten we de informatie soms uit elkaar trekken en op meerdere borden zetten, of moeten we het bord bijvoorbeeld herhalen. Een derde aspect dat we dan gaan bekijken is het beoordelen. Ja, volgt de juiste actie? Wanneer gaat die weggebruiker nu op de rem staan nadat hij het bord heeft gezien? Reageert hij tijdig? En het laatste principe of het laatste factor die we dan vaak bekijken is of de juiste reactie plaatsvindt. Neemt deze persoon de juiste afrit? Houdt hij zich aan de snelheid? Wanneer verandert hij van rijstrook? Niet te vroeg, niet te laat, enzovoort. En daarmee kom ik terug op mijn centrale vraag. Van, kan virtual reality bijdragen tot een veiliger verkeer, minder ongevallen? Ja, absoluut. Want we zien, we hebben daar straks gezegd dat de overheid voor een moeilijke taak staat om binnen die beperkte ruimte zoveel mogelijk oplossingen voor de weggebruiker te bedenken. Dat die soms best moeilijk zijn, moeilijk te begrijpen voor de weggebruiker. Dat virtual reality deze situaties eigenlijk in beeld kan brengen en dat we in die reissimulator het gedrag van die weggebruiker veel beter kunnen gaan bestuderen. En op deze manier kunnen we, vooraleer een nieuwe weg wordt aangelegd of bepaalde signalisatie geplaatst wordt, eigenlijk de fouten uit het ontwerp gaan halen. Dat leidt uiteraard dan tot een vlotter en veilig verkeer en dus minder verkeersongevallen. Dank je wel.